Keuken van Aragon is een fine dining restaurant waar gasten komen om verrast te worden en waar we vrienden worden voor één avond. Als je bij de Keuken van Aragon komt eten, heb je natuurlijk al een bepaalde verwachting. En de bedoeling is dat die overtroffen wordt. In deze keuken, wat is er allemaal geïnstalleerd? Heel veel eigenlijk. Nieuwe koelingen, een inductiekachel is erin gekomen, een inductiewarmtebrug, een nieuwe salamander, een nieuwe oven van 2 plaatsen naar 6 plaatsen. Dus er is echt wel een hele grote verandering gekomen. Echt alles omgedraaid, de routing is veranderd, alles. Hij is van onder te boven gestript. We zijn gasloos geworden, zeg maar, omdat we zoiets hadden van ja, het gas, de prijzen gaan omhoog. De oude kachel was een gaskachel, dus ja, daar moesten we op koken. En nou ja, goed, die ging op zijn einde lopen, dus ja, we moesten vernieuwen. Nou ja, goed, dan hebben we maar gelijk gekozen om inductie te koken. Ten eerste zit er veel meer kracht in. En de oude kachel die stond 's ochtends om 10 uur aan en ging 's avonds om 11 uur uit. En deze zet je aan wanneer je hem nodig hebt. Dus als die aan moet, dan is die aan. En als die uit is, is die uit. Heel simpel. En daartussen zit eigenlijk vrij weinig tijd om hem op te starten. Doordat wij een nieuwe keuken hebben gekregen, kan ik een stuk efficiënter werken hiervoor. Voorheen moest ik nog wel eens wat meters maken om bij de gerechten te komen, bij de verschillende afdelingen te komen. Soms zelfs een trappetje naar beneden om het dessert op te halen. En dat hoeft nu niet meer. Dus ik kan... Eigenlijk hoef ik nog maar één vierkante meter van de keuken nodig. Dus ik ben binnen en ik ben eigenlijk weer buiten. Super efficiënt, dat is wat ik ervan merk. En het enthousiasme is natuurlijk super aanstekelijk. Die jongens hebben er zoveel zin in. Dus ja, dan kom je in een bepaalde flow dat je met elkaar gaat vlammen. En dat merken de gasten hier binnen ook. We hebben gekozen voor Palux omdat we daar de beste klik mee hadden, die sprak de taal die wij eigenlijk ook spreken. Doen we normaal, dan doe je gek genoeg. De samenwerking was gewoon heel mooi. We begonnen een jaar van tevoren met praten en tekenen en bouwen. En dat is eigenlijk door dat hele jaar heen uitgebreid. En er werden bouwvergaderingen belegd. Ze waren erbij van het ene stopcontactje tot de afvoer, tot de oven, tot alles eigenlijk. En ze hebben alles eigenlijk ontzorgd, laten we het zo zeggen. Nou, ik ben heel blij met deze nieuwe keuken en ik ben heel trots op hetgene wat er neergezet is door Palux dan en door onszelf. Daar ben ik heel trots op. Voorheen was hij trots op de gerechten, maar niet op zijn keuken. Nu is hij trots op zijn keuken. Dus als gasten zeggen, goh, kunnen we de chef even zien, dan worden de gasten uitgenodigd in de keuken. In plaats van dat hij eruit stapt, want daarachter die schuifdeur, ja, weet je, daar stond hij gewoon niet achter. En nu laten we gewoon met trots die keuken ook zien waar het vandaan komt. Dus eigenlijk leven we de droom.